Hallo, mevrouw van der Kerk. Je bent een schakel tussen disciplines die betrokken zijn bij de zorgverlening voor de cliënt. Je houdt contacten met huisartsen, logopedisten, ergotherapeuten. Je houdt ook contacten met familieleden en op zo'n manier coördineer je dan de zorg voor de cliënt. De opleiding die ik ga volgen, dat is dus verpleegkundige HBO-VGG. Dat staat voor verpleegkundige gerontologie en geriatrie. En dat is een opleiding die zich richt op ouderen. Deze opleiding biedt een meerwaarde voor zowel de zorgvrager, de mantelzorger, de teams als de omringende disciplines. Doordat je het meer kan doen en meer inzicht hebt in de complexiteit van de oudere zorgvrager, kan je daar ook beter op inspelen met als doel hem langer in zijn eigen thuissituatie te houden. Een van de onderdelen van de opleiding is ook dat je wat meer moet gaan diagnosticeren, zodat je ook een nog volwaardiger gesprekspartner wordt voor de huisartsen en de verpleeghuisartsen. Wat ik ga leren is dat ik meer verdieping krijg in de kennis over ouderenzorg en ouderen met meervoudige problemen of ziektebeelden, hoe daarmee om te gaan. En ouderen met geheugenproblemen, gedragsproblemen, hoe dat beter aan te pakken op de werkvloer. Opleidingsmogelijkheden vind ik een hele belangrijke. Dat is natuurlijk toch de tendens van deze tijd, blijf leren. Nou, als dat wordt aangeboden, ja, daar zeg ik absoluut geen nee op.